Nou, wij zijn Charie en Geraldina en vandaag interviewen wij Esmee Kamphuis. Ja, zou je misschien even iets kort over jezelf willen vertellen? Ik ben dus Esmee en ik ben 26 jaar en ik ben piloot van het Nederlands dames bobsleeteam. Oké. En u heeft het spreekwoord gekozen touwtjes in handen hebben. En waarom past dit spreekwoord zo goed bij u? Ja, het is eigenlijk een beetje een grapje, want in een bobslee heb je letterlijk twee touwtjes in handen om, om de bob naar beneden te sturen. Dus ik dacht dat is misschien wel grappig. Oké, ja, dat klopt. Hoe is het zo gekomen dat u bobsleeën bent gewonnen? Ik was een keertje s'avonds tv aan het kijken en toen zag ik het Nederlands Dames Team op tv. En toen heb ik wat in een gastenboek geschreven en toen kreeg ik een mailtje met de vraag of ik niet zelf een keer wilde proberen. Leuk. En wat zijn uw kansen in Frankfurt? Ja, dat is heel lastig, want het is een hele gevaarlijke en snelle baan. Maar we hopen wel daar een top 10 of een top 8 te kunnen gaan sleeën. Oké. Bent u vroeger wel eens op een uitwisseling geweest? Nou, ik zou naar Rome gaan, alleen toen had ik een atletiek interland. En dat vond ik eigenlijk nog belangrijker. Dus ik ben uiteindelijk naar Chemnitz geweest om daar voor Nederland het atletiek in plaats van naar Rome. Dus achteraf wel... Misschien wel spijt van gehad en toch wel uniek was geweest om naar Rome te gaan, maar ja. Helaas. Ja. Ja. U zat vroeger ook op de CCC en volgde u ook de lessen Frans? Ik moest sowieso natuurlijk. Ja. Maar ja. Moest u niet kiezen tussen Frans en Duits? Nou, de eerste, ja, mijn jaar werd zeg maar de tweede fase als proefjaar ingevoerd. En toen had sowieso Duits 1 en Frans 1, dus ik heb allebei de vakken gehad altijd. Oké. Weet u de betekenis van het spreekwoord touwtjes in handen hebben ook in het Frans of in het Engels? In het Frans of in het Engels? Een vertaling bedoel je dan? Of? Ja. Gewoon de betekenis. Dat is een goede vraag. Ik zou zo geen Engels spreekwoord of Frans spreekwoord kunnen bedenken wat precies hetzelfde is. Eigenlijk jullie wel? Nee, ik heb geen idee. Nou, niet. Oh, ik hoor daar het antwoord, hè. Dat zou ik wel even weten. Ja. Wat zou je ervan vinden als je net als Marionne Timmer door een blessure niet mee zou kunnen doen aan het Olympische Winterspelen? Ja, dat zou ik natuurlijk heel erg vinden. Ik ben nu een paar weken voor de Spelen. Het is zo dichtbij. Je hebt er jarenlang keihard voor gewerkt. Ja. Dus dat zou natuurlijk wel echt heel erg zijn. Maar we blijven gewoon fit. We trainen hard door. En het gaat vast niet gebeuren. Nee. Heb je je eigen leven ook wel eens de touwtjes in handen? Ja, dat probeer ik altijd wel. Ik ben een ontzettende control freak. Dus ik moet altijd wel het gevoel hebben dat ik touwtjes in handen heb. Dus dat vind ik wel heel prettig, ja. Oké. En je studeert voor arts. Is dit ook moeilijk te combineren met bobsleeën? Ik ben gelukkig deze zomer afgestudeerd. Dus ik kan me nu een half jaar lang al fulltime concentreren op bobsleeën. Maar het was niet altijd makkelijk, want ik liep 60 uur in de week op kooschappen. En daarnaast moest ik nog 20, 30 uur trainen. Dat was wel heel pittig. Maar het is wel gelukt en ik ben heel blij dat ik dat heb mogen combineren. Oké, ja. Nou, dat was ons interview. En we wensen je heel veel succes. Tot de winterspelen. Gaan we best doen. Ja, en bedankt. Graag gedaan.